Nu de zelfgemaakte voertuigen van de freewheelers. Vanaf een 3 meter hoge helling moeten ze dat smalle, enge traject af. Te land, ter zee en in de lucht. Oh, hallo, ik ben Jeroen Kramer en u kunt mij deze zomer in actie zien bij het programma Te land, ter zee en in de lucht. Als presentator naast natuurlijk de onvolprezen Jack van Gelder, die op dit moment ongetwijfeld al een beetje ongeduldig op zijn horloge zit te kijken. Want ik ben inderdaad een beetje laat en dat kan ik natuurlijk eigenlijk niet maken op mijn eerste werkdag. Dus ik moet opschieten. Hi. Hallo. Enkeltje makken, alsjeblieft. Makken. Vanavond gaan alle remmen los in het Friese Makkum met Nederlands grootste zomerspektakel op tv, te land, ter zee en in de lucht. In dit historisch havenstadje gaan we freewheelen. Het onderdeel waarbij de deelnemers met een zelfgemaakte voertuig eerst de wankele hangbrug moeten overwinnen, om dan zonder remmen zo dicht mogelijk aan het eind van de baan tot stilstand te komen. We hebben dit jaar een jury van specialisten die de deelnemers beoordelen op sportiviteit, techniek en creativiteit. Het zijn de bekende hockeycoach Hans Jortsma, de innovatiedeskundige Inné Koolman en de populaire striptekenaar Hein de Kort. Normaal houdt hij 22 man onder controle, maar nu wordt het er heel wat meer. Onze starter, de internationaal vermaarde voetbalscheidsrechter John Blankenstein. En uw gastheer vanavond is Jack van Gelder. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes in Nederland en in België. We zijn er klaar voor. De eerste aflevering in het zomerseizoen van Te land, ter zee en in de lucht. Ruim 20 jaar op televisie, weet u nog wel. We zitten in Friesland, we zitten in Makkum. En we hebben er ongelooflijk veel zin in. 2 prijzen geven we weg voor degene die het dichtst bij het eind van de baan komt. En voor de origineelste, want originaliteit en creativiteit staan hoog in het vaandel. Wat hebben ze allemaal niet bedacht? Prachtige creaties. De jury zal tijdens de uitzending nominaties uitdelen. En uit die genomineerden komt straks de winnaar. Het belooft heel leuk te worden. Ik denk misschien, wat doet die van Gelder nou in die scooter? Dat vraag ik me eigenlijk ook een beetje af. Want ze hadden bij de Tros gezegd, je krijgt een jonge, dynamische collega. Die gaat lekker in die scooter een beetje rond. En die gaat dan kijken, interviewtjes maken op de baan en in het water. En die gaat ook met de jury praten. Maar die is er dus niet. Of toch? Dames en heren, geef een geweldig applaus aan Jeroen Kramer. Dat was een hele onderneming, man. Ja, ik was te laat en ik kon een lift krijgen van een vliegtuig. Is dit Makkum? Dit is Makkum, ja. Kijk maar eens. Dag Makkum. Nou, kom zitten. Sorry. Ongelooflijk zeg, dat jij dat durft. Nou, we gaan terwijl hij direct uit zijn pak gaat en ik naar de starttoren, maar meteen kijken naar de start van de eerste deelnemer aan freewheelen 1993. En dit is Jan Ikema, succesvol schaatssprinter tijdens de Olympische Spelen in 1988. Hebben we een plak en hij zal meten hoe dicht men bij het einde komt. Opgelet. De eerste deelnemers staan klaar. Ze komen uit Makkum. Ze doen voor de eerste keer mee en hebben dus de steun van het thuispubliek. Kijk ze onverschrokken op de baan afgaan en dan weten we ook meteen dat het allemaal goed werkt. Die wieltjes, dat gaat allemaal goed. Dan wordt er achter wat uitgeworpen. En kijk eens hoe mooi ze stil komen te staan. Het is ongelofelijk. Dat wordt een klus zeg voor de anderen. Ik weet niet of dit ooit eerder gebeurd is in de geschiedenis van freewheelen, maar hadden jullie dit op deze manier voorzien? Nee, eigenlijk niet, nee. Jullie begonnen al op die hangbrug te remmen. Was dat plan of wat? Ja, dat was plan, ja. Waarom? Omdat we zoveel snelheid al hadden. Ik denk gelijk afremmen, anders kom ik nooit weer stil te staan. Dus, Goed gedaan. Ja, dank je. De volgende deelnemers zien er wat gevaarlijk uit. Zijn jullie allemaal van plan? Nou, het is toch de bedoeling dat we toch een menig persoontje ook nat krijgen. Want ik denk dat we zelf ook wel nat worden. En dan moeten de passagiers, wil ik zeggen, maar dat lukt niet natuurlijk, want die zit achterin. Maar dan moeten de bezoekers ook maar even een drupje opvangen. Dat is wel de bedoeling. Beetje sadistisch vind ik dat. Ja, maar waarom denk je dat al die mensen hier zitten? Die komen puur om te lachen om ons natuurlijk. Dus dan moeten we ze een keertje terugpakken. Het ziet er heel mooi uit. Jullie hebben het gemaakt van afvalstoffen.
Ja, precies. Van een oude deur en een oud voortreintje van een skelter. Een paar oude fietswielen of stepwieltjes. En een beetje PVC-buis, een stuk plastic en oude verf. Klinkt heel mooi. Ik hoop dat het ook goed werkt. Wat denk je? Nou, dat eerste stukje naar beneden lukt best. Daar ben ik van overtuigd. Pas op, want ze gaan je nat spuiten. Deelnemers, opgelet. Moeilijke taak voor de deelnemers om die 59 centimeter te verbeteren. En de mensen moeten ook een beetje naar achter, want het is gevaarlijk. En kijk, dat gaat ook meteen mis. Ja, ze hebben zich veel te veel geconcentreerd op het nat spuiten van de mensen aan de kant. En nu gaat het dan mis. Kijk, daar, hup, over de kant, wieltje gaat eraf en dan is het voorbij. Nog even spuiten, nog even lol. Ze hadden zich 2 dagen voorbereid, hebben geslapen op een schapenweidje in Makken, maar het mocht niet helpen en de jury wordt ook nat. Kijk, Joris, maar zonder paraplu. Uit Scheveningen koopt Nico Harteveld. Hij heeft zijn voertuig gemaakt van voornamelijk triplex en gips, heeft 2 maatjes meegenomen en heeft er zin in. Kijken of het allemaal goed gaat. Het is prachtig gemaakt, maar die wielen, ja, die zijn niet zo solide. Kijken of die ook over die houten brug heen kunnen. Ja, dat gaat fantastisch, maar nu gaat hij wel heel snel en hij zit heel stoer voor zich uit te kijken. Maar hij draait helemaal niet met die wielen, ja. En dan ga je te water. Ja, het ziet er heel leuk uit. Het is prachtig gemaakt, maar de bedoeling is natuurlijk om tot stilstand te komen. De vreugde is groot, maar de plons ook. Kijk maar, boing. Groeten uit Makkum. Nou, toepasselijker kan het niet. Friesland Boppen, hè, Patrick? Ja, Friesland Boppen. 5 centimeter. 1 centimeter zelfs. Komen jullie zo ver, denk je? Ja, we zijn optimistisch. We zijn altijd optimistisch blij. Vertel het geheim van de Smitters, Arnoud. Nou, eerst zo snel mogelijk. En na de brug proberen zo snel mogelijk af te remmen. Dat doen jullie met de flappen uit te klappen? En de vlag, hè? En de vlag. Deelnemers, opgelet. Ze zijn allemaal enorme fans van Heerenveen, die ploeg die het zo voortreffelijk heeft gedaan en gepromoveerd is naar de PTT Telecompetitie. En kijk nu eens hoe dat gaat. Ah, die wieltjes die kunnen niet over het hout heen. Wat een pech voor Makkum. Prachtig. En heel zwaar lijkt me dit. Dus voor de duikers wordt het een klus als hij in ieder geval in het water terechtkomt. Maar jullie hebben iets ongelooflijks uitgedacht, vind ik. Want we hebben heel veel al meegemaakt met freewheelen, maar vertel het zelf maar. Want hoe gaan jullie remmen en wat zit er allemaal op en aan? Nou, we hebben alle 4 de ventielen hebben we uitgeboord. Dan hebben we een slangetje eraan bevestigd, door de as heen geboord. En alle 4 de banden komen dan bij elkaar. Via een kraan kunnen we dan alles leeg laten lopen. En zo nodig ook weer oppompen. Prachtig! Prachtig uitgedacht, maar werkt het ook? Ik ben heel benieuwd en ik denk u ook. De kraanmachinist en zijn maatjes hebben er heel lang aan gewerkt en nu kijken of het lukt. Goed sturen en dan heel snel die banden laten leeglopen, althans op het juiste moment. Kijk, dit gaat hard, dit gaat heel hard en nu moeten die banden leeg gaan lopen. Gaat dat ook? Ja, u ziet het, ze gaan een beetje sloffen, maar het gaat te hard, dat is jammer. Heel erg jammer, het gaat dus op het laatste stuk mis, maar we horen de sirene op de achtergrond. En dat betekent dat de jury deze deelnemers heeft genomineerd. Er staan hier 3 zwaailichten te zwaaien. En er klinkt een sirene en dat betekent iets. Het betekent namelijk dat de jury het unaniem erover eens is dat dit voertuig kans maakt op de creativiteitsprijs. Hij behoort dus tot 1 der genomineerde jury. Jullie waren het er unaniem over eens. Hein de Kort, ja. Vertel eens waarom. Nou, ik vond voornamelijk het verhaal fantastisch. Als ik iets hoor over uitgeboorde ventielen en zo, dan denk ik van nou, dan moet ik maar eens op die knop drukken. Ine, jij als innovatiedeskundige. Het was een mooi idee, maar ze hebben het niet gehaald. Misschien toch iets meer of iets sneller de banden leeg laten lopen. Maar dat weerhoudt jou er niet van om de nominatie toe te kennen? Het is een heel vernieuwend aspect om te remmen natuurlijk. Zoiets wat anders als iets uit te klappen of iets in het water te gooien. Ja, ik vind het fantastisch. Hier zijn ook weer hele creatieve mensen bezig om hun goede poging te wagen. Het ziet er niet al te ingewikkeld uit, maar vaak zijn het de simpele zaken die heel goed presteren. Kijk naar die voorwieltjes, dat gaat er goed over. Nee, dat gaat binnenkant paal, zou je bijna zeggen. Heel jammer. En kijk ze daar hangen. Niet bewegen, dan vallen we er niet uit. Weer zo'n zeer originele creatie. Kom er maar vast bij staan. 2 zusjes. Tessa en Saskia Kamphuis. Wie heeft het idee gebracht? Jij. En hoe kom je nou op zo'n idee? Ik zag trainen hangen in de lucht en ik denk, hé, dat is wat. En dan moet je het gaan maken? Ben je er alleen mee bezig geweest? Ja, ik heb hem helemaal alleen gemaakt en er zit heel wat uren in. En jij werd er toen bij gesleept van zus meedoen? Ja, inderdaad. Ik wil graag iemand mee hebben. En jij durfde geen nee te zeggen? Nee. Dat hoor ik. Nou, wat gaan jullie doen om het te remmen? Want ik zie allemaal zakjes liggen. Dat wordt overboord gegooid? Ja, de zakken... Na de hangbrug gooien ze overboord en dan hopen dat het lukt. Ik wens jullie heel veel sterkte. Het ziet er prachtig uit. Deelnemers, opgelet.
En ze zaten tot in de dakgoten daar in Makkum. Kijken ook naar deze twee zusjes. En kijk hoe mooi dat eruit ziet. 4 dagen hebben ze maar liefst gewerkt en dan gaat het mis. Ai, 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 dat is jammer. Ah, ja, maakt niet uit, zus. Volgend jaar doen we weer mee. Kijk naar die gezichten, heel gespannen, heel geconcentreerd. En dan, kijk, daar gaat het mis. Daar stuurt ze even verkeerd en dan gaat het gewicht overhangen en dan ben je gezien. Dit seizoen hebben we aan de deelnemers gevraagd of als ze een leuk videootje hadden wat betreft de voorbereidingen, ze dat even wilden opsturen. Nou, dat hebben ze gedaan hoor, de mannen van de Rijkspolitie in Midden-Friesland. Ze lieten zien hoe ze zich hebben voorbereid en waar ze de spullen vandaan hebben gehaald. Een beetje van dit en een beetje van dat en uiteindelijk moest het ontwerp leiden tot iets moois en dat zien we straks. Beetje schroeven, een beetje lassen en er iets moois van maken. Het stuurt, ja het stuurt. De ploeg stond onder leiding van Lucas Haanstra. De personeelsvereniging van de Rijkspolitie Midden-Friesland komt uit Grauw. En ze waren aan het tekenen en aan het schroeven. En ze hadden ongelooflijk veel lol. Kijk, we zien al iets van dat wat het moet worden. Het dak beweegt, zodat ze op die manier kunnen remmen. En dan op naar Makkum. Kijk eens, prachtig gemaakt. En nu maar kijken of het ook werkt. Deelnemers, opgelet. Mooi, zo. Prachtig gemaakt. Een hele brede wielbasis, dat wel. Ik ben heel benieuwd of dat lukt. Dan moet er heel goed gestuurd worden. Is niet makkelijk te zien. Dan, ai, 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 dat gaat net mis. Ja, dat vinden mensen leuk. Politieauto te water. Haha, natuurlijk. Mooi gemaakt, maar helaas. Heren van de politie. Heren van de politie. Wat ging er nou fout? Het ging wat aan de snelle kant. Hadden jullie dat niet voorzien? Wat zeg je? Hadden jullie dat niet voorzien? Nou, ook wel een klein beetje, maar wij proberen dan bij te sturen. En toen kwam ik volgens mij met een van de voorwielen aan de zijkant. Nou, dan hou je hem dus niet. Het voorspelt weinig goed voor de toekomst van de Nederlandse politie. Ja, maar dit is de waterpolitie, hè? Wij zijn van het land. Nou, zij zijn ook van het land, maar uit een ander land. Dit zijn Belgen en zij vinden dat er veel meer landgenoten mee moeten doen met te land, ter zee en in de lucht. Dit is die end, maar ze moeten eerst nog gaan beginnen. De ploeg van Luc van den Borden komt uit Weelde. En kijken hoe ze het ervan af gaan brengen. Heel geconcentreerd, kijk die camera bovenop die alles registreert. Nou ja, daar hebben we onze eigen camera's voor. En kijken ook of het lukt. Ze gaan hard en ze draaien met het wieltje. Kijk eens, kijk eens, kijk eens, kijk eens, kijk eens. Ze komen perfect tot stilstand. Prima zeg van deze Belgische deelnemers. En ik hoop inderdaad dat er veel meer van dit soort leuke deelnemers mee gaan doen aan te land, te zee en in de lucht. En nu wordt er gemeten. 1,58 meter. Ik moet zeggen dat ik zou het heel knap vinden als jullie de baan weten te vinden. Hallo Jack. Hallo Jack. Oh, goedemiddag. Moet je goede ogen voor hebben om door die glazen te kunnen kijken, hè? Nou, nee, dat is toch echt niet. Want de glazen zijn speciaal geslepen alleen voor deze baan. En wat zien jullie nu, wat ik niet zie? Nou... Wat zeg jij? Hebben we van een paar GTS gekregen, dus we zien ook niks. Nou, die reden voortreffelijk, hoor, vond ik. Ik denk wel dat het gewoon goed gaat. De bril is goed, alles is goed. Het moet lukken. Deelnemers, opgelet. En zoals de wielrenners zeggen, de moraal is goed. Want kijkers, 8 groet Makkum. Ze hebben er enorm veel zin in. Ze hebben de stress en de spanning een beetje nodig, zei Wim ook. Kijken of het allemaal goed gaat. Ze gaan ervoor. Kijk, ze sturen. Kijk met die kleine wieltjes. En ze kunnen heel goed bepalen hoe dicht ze bij het einde gaan komen. Hoe dicht ze bij het... Ai, 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 dat is net iets te veel gegokt. Dat is jammer, zeg. Nou, pech, maar ze lachen. Sorry, jongens. Jullie hebben het niet gehaald, want jullie staan met 1 wiel over de rand. En dan wordt het afgekeurd. Wist je dat al? Kan je niet net als wij een oogje dicht doen zo? Eentje? Leuke mannen. Dit zijn ook leuke mannen. En we zien de voorbereiding van Johan Panneman en Hans Rosters. Ze komen uit Stadskanaal. En wat gaan ze bouwen? Dit lijkt wel een surfplank op wielen. En ze gingen ook daadwerkelijk oefenen. Kijk eens, wat gaan we hard, hè? Nee, er gaat niets mis. Het is niet de funniest video's. Het is gewoon de voorbereiding. En kijk eens hoe goed dat gaat. We zien het. Dit wordt een vliegtuig. Een vliegtuig. In oranje gespoten, oranje-rood. Je wordt er niet mooier op met zo'n kapje, maar dit ziet er prachtig mooi uit. Stadskanaal, zo zou je het ongeveer wel uitspreken. Kijk eens, de propeller doet het vliegtuig doet het. De emmer daarachter, die moet voor de... Ja, die gaan remmen. Kijk, die lopen vol met water. En het is het ei van Columbus. Maar ze hebben iets te snel die emmers erin gegooid. Prachtig mooi. Kijk, zo zie je allerlei soorten constructies. En het een werkt en het andere ook. Kijk maar, gewoon de emmers overboord gooien. Die lopen razendsnel vol met water. En dan staat hij stil, iets te ver van het einde, dat is jammer. Dat gaan we nu bekijken. Jan Ikema, hij meet. En hoeveel is het? U ziet het, 3 meter en 84 centimeter van het einde. Een hele vreemde combinatie. 2 slagers en 2 verpleegsters. Kom er maar op, ze komen uit Zevenhuizen en De Wilp en ze doen ons de groeten. Maar wat wij willen weten is of het ook allemaal goed gaat. Ook zij gaan de truc met de emmers uithalen. Kijk, prima. Ze hebben te dunne touwtjes. Die emmers die lopen vol, die krijgen te veel kracht en die worden te zwaar en die gaan eraf.
Jullie hadden al eerder meegedaan, toch, een freewheeler? Ja, twee van ons wel en twee van ons niet. Hadden jullie met die eerdere ervaring iets gedaan bij het ontwerp van deze rijdende klomp? Vorig jaar ging goed. Wat zeg je? Vorig jaar ging het helemaal goed. Maar heb je toen gedacht van, oké, dat ontwerp, daar moet ik iets mee doen? Of heb je het een totaal ander concept, dit? Hey, precies dezelfde ontwikkeling weer. Alleen toen bleef het precies hier op het randje haken. En nu dus niet. Het team van Edward Bastiaanse. Deelnemers. Beetje beschutting tegen de regen die zo nu en dan hier valt in Makkum. En dan even kijken hoe het gaat. Wat is dit nou? Wat is dit? Oh, het herstel. Een soort flipperkast. Nou, kijken of de boel op tilt gaat. Ja, inderdaad prachtig. Kijk maar, één klaut het er weer uit. Nou ja, hoe het zo mis kan gaan. Onvoorstelbaar. Kijk nou eens. Hop. Je bent maanden bezig met de voorbereiding. Ja, een paar weken, drie weken ongeveer. Dan kijk je ernaar uit, naar het moment. Ja, en dan in de toren. Dan sta je bovenaan de toren. Ja, zenuwachtig. En dan ga je naar beneden. En dan? Nou, vertel het zelf maar. Ja, ik weet niet wat ik meegemaakt heb, maar het bleef zo'n beetje aan. Jongens, dit was flipperen voor volwassenen. Ja, foutje in de besturing, ja, kan gebeuren, hè. Hey, maar volgens mij was het best eng ook op een gegeven moment, want jullie gingen van links naar rechts. Ja, ik dacht. Wie stuurde er nou van jullie? Ik denk dat ik dat was. Hij? Nou, ik denk dat jij een rondje moet geven. Dit zijn de volgende deelnemers, enigszins onherkenbaar. Vincent de Boer en Rink de Jong. Ze komen uit Makkum. En in Makkum gebeurde het allemaal. Wat is de watertemperatuur? Dit is Makkum. Makkum ligt aan de dijk die de grens vormt tussen zoet en zout water. Opvallend is de grote scheepswerf. We zien hem hier op de voorgrond liggen, waar voor opdrachtgevers uit de hele wereld de meest luxueuze pleziervaartuigen worden gebouwd. Het meest karakteristiek zijn de vele oude gerestaureerde panden in Makkum. Het oude wagenbouw dateert uit 1698 en staat op de hoek van de Waagsteeg en de Pruikmakershoek. In de gevel zijn fraaie gevelstenen de stille getuigen van lang vervlogen tijden. Tegenwoordig zijn hier het VVV en het Fries Aardewerkmuseum gevestigd. Op de turfmarkt staan diverse gerestaureerde panden, zoals dit handwerkwinkeltje en dit pand met het wapen van Makkum, de Zeemeermin. De turfmarkt is wereldberoemd geworden door de hier gevestigde aardewerkfabriek. Per jaar brengen zo'n 65.000 mensen een bezoek aan deze fabriek. Vincent en Rink lopen via het achterdijkje naar de sluis, die karakteristiek is voor Makkum. De haven biedt de vissers de nodige beschutting. En dit is Makkum buiten. Het heeft alles wat de vakantieganger kan wensen. Een breed strand met ondiep water, zeer geliefd bij de windsurfers, en een grote camping en ook de Marina Makkum voor de watertoerist. Makkum ligt te midden van ongerepte natuurgebieden. Het is er prachtig. Ja, en dan zitten we hier dus met de twee deelnemers uit Makkum, Vincent en Rink. We hebben de huiskamervraag. Ga jij hem stellen? Ja. Welke afbeelding staat afgedrukt in op het wapen van Makkum? Dus welke afbeelding staat afgedrukt op het wapen van Makkum? Nou, als u denkt het te weten, dan stuurt u uw briefkaart voor 7 juli aanstaande naar de Tros, te land ter zee in de lucht, postbus 28150, 1202 LD in Hilversum. En uit de goede antwoorden trekken wij dan een winnaar en die is met haar of zijn partner een weekend geheel verzorgde gast in Makkum. U logeert in dit fantastische hotel aan zee. Het is gelegen aan het uitgestrekte recreatiegebied van de gemeente Boenseradiel. U krijgt alle gelegenheid om op de fiets de omgeving te verkennen en u brengt bovendien een bezoek aan de beroemde aardewerkfabriek te Makkum. Daarnaast wacht u nog enkele verrassingen. De winnaar wordt volgende week na de uitzending van Te Land, Ter Zee en in de Lucht bekendgemaakt. Deelnemers, opgelet. Voorbereidingen en van het tochtje door Makkum, maar kijken of ze ook succesvol zijn met dit tochtje. Het is voornamelijk van metaal gemaakt, het loopt op autopetwielen en het gaat mis. Ai, 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 ai. En waar gaat het nou precies mis? Die kleine voorwieltjes, kijk, die ene heeft al een slag gekregen. Daar gaat het een beetje mis en dan, ja, gaan ze tegen het randje. En dan is het helaas over en voorbij voor deze deelnemers uit Makkum. De volgende deelnemers zitten klaar en die hebben er ook verschrikkelijk veel zin in. Sjoerd Pauwels komt uit Siemengewald, 17 jaar oud is hij. En hij komt wat moeilijk op gang, dit voertuig. Maar voorlopig gaat het heel goed. Kijk eens, dat gaat heel solide. En ja, nu gaan we kijken of hij ook gaat remmen, of hij ook gaat stoppen en dat gaat goed. Maar ze zijn iets te bang geweest om bij het einde te komen. Ja, dat duwen heeft niet zoveel zin meer. Ze komen er gewoon niet en dat is jammer. Ze kijken teleurgesteld en dan toch nog even de duik. Jan Ikema wordt bijna geplet door de deelnemers. En ook bijna gaat iemand uit het bootje onderuit. Maar dan komen we tot de eindconclusie die aangeeft dat ze 2,50 meter van het einde zijn beland.
En hier kijken we weer naar een videootje. Een videootje die uit Harderwijk is opgestuurd. Het is een videootje van Gerrit Foppe. Samen met zijn vrouw Betsy is hij enorm bezig geweest. Vrouw Betsy moest het een en ander naaien en dat zien wij nu allemaal tot uiting komen in deze prachtige octopus. Kijk eens, het beweegt oog. En dan wordt het allemaal zwart gemaakt. Het ziet er levensecht uit. De mensen moeten zich helemaal kapot geschrokken zijn daar. En hier ook een beetje, want het beweegt allemaal en het ziet er onvoorstelbaar mooi uit. De mensen op de kant kijken bewonderend toe naar deze deelnemers die op die kleine wieltjes over de rand heen gaan. Nee, net niet. Dat blijkt toch een probleem. Die kleine wieltjes zijn niet altijd even geslaagd om aan de overkant te komen. De inktvis van Gerrit Foppe uit Harderwijk, weliswaar in het water gelazerd, maar wel door de jury uitgeroepen als genomineerde voor de originaliteitsprijs. Hein de Korte, kun je even jouw keuze voor dit ontwerp toelichten? Nou, ik vind dat zij bijzonder creatief te water gingen. Maar dat wist je nog niet op het moment dat jullie de zwaailichten lieten zwaaien? Nee, dat is waar. Jullie waren eerder dan de pons. Nou ja, verder, het ding beweegt gewoon en het blijft ook nog bewegen onder water. Dit ding gaat gewoon hele hoge ogen gooien, dat zie ik. Deelnemers, attentie. Kijken ook of dit hoge ogen gaat gooien. Het ziet er in ieder geval hoog uit en ik heb geen idee waarom dat wiel voorop zit. Dat zou een beetje wind moeten vangen. Ja, ze hebben daar verschrikkelijk over nagedacht. Maar ze maken in ieder geval tot nu toe de mooiste afsprong van alle deelnemers. Kijk eens, hopsa, Daphne Jongejans en de broer. De vakopleiding Scheepsbouw Harlingen maakte dit prachtige voorwerp. Het voertuig is door de eerste en tweedejaars gemaakt. Het is een schaalmodel van het afstudeerproject. En kijken of dat ook allemaal goed functioneert. Nee, dat gaat niet goed. En waarom gaat het niet goed? Dat kunnen we heel goed zien in de slow motion. Let maar op. Op een gegeven moment bij het opkomen van de houten brug is het linkervoerwiel dat wegslaat en het rechter dat er dan afgaat. En dan is het voorbij. Deelnemers, attentie. Dit zijn twee broers uit België en die gaan het proberen. Die zien er niet echt heel veel vertrouwen uit. Maar kijken hoe het gaat lukken om naar de andere kant te geraken. Kaken en kaken, dat gaat heel goed. Maar te kaken moet er ook maar te sturen. En dan moet er een mannetje achterop gaan zitten. Die moet een beetje hup zijn. Dat gaat mis. Kijk naar dit achterste broer. Die wil niet de natte neus, daar wil ik niet, man. Jongens, vertel. Wat hadden jullie nou precies in gedachten? Ik dacht, ja, we gaan opstijgen, maar die mensen die gingen maar niet uiteen, hè. Dus ik zeg, ja, wij moeten in het water komen. Dus. Deelnemers, opgelet. Bert van den Burg met zijn maatje komt uit Veghel. Hij wil net zo lang meedoen tot hij een keer wint. Dus misschien in 2015 dat het goed gaat. Of gaat het nu al goed? Nee. Ja, dan kan je heel lang meedoen, hoor. Tjonge, jonge, jonge. Het gewicht achterop lijkt een beetje te zwaar. Prachtig mooi. Die. Kijk, die gaat er ook bij liggen. Dan zakt er ongeveer 95 kilo door zijn hoeven. En dan ben je gezien. Ja, kijk. Die serieuze gezichten. Zij gaan er weer voor. Nog steeds staat als beste resultaat 59 centimeter van het einde. En hoe gaat het met deze ploeg? We zien het van ver, mooi shot. En dan kijken... Ach, nou mo, dat is snel. Jonge, jonge en nat. En waar gaat het nou precies mis? Sturen ze fout? Nee, kijk, dat stuk plastic is tussen het wiel gaan hangen. Rechts voor. En dan gaat het mis. Dan is hij natuurlijk onbestuurbaar geworden. Dit zijn hele serieuze dames. Ze wilden amper praten, lachen kon nog net, maar ze gaan ervoor. 59 centimeter van het einde. Het staat nog steeds als het beste resultaat. De streekschool uit Rijnmond. En ze doen het heel goed. Ze doen het heel goed. Kijk eens, kijk eens, kijk eens. Heel bedreven en heel mooi. En nu nog even een setje mee. Ja, nog een centimeter, nog een centimeter. Prachtig. Ze zijn droog gebleven. Ik denk dat ze daar al heel blij mee zijn. Wat een enthousiasme. Hoeveel, Jan? 1,76 meter. Prima. En dat zien we ook op het tussenklassement tot uiting komen. Op de derde plaats op dit moment Sjoerd Pauwels met 2,50 meter. Jolanda van Vliet dus op een tweede plaats met 1,76 meter van het einde. En op de eerste plek tot nu toe ziet ze Van der Kooi. 59 centimeter. Het is nog steeds niet verbeterd. Het was de eerste deelnemer, maar gaat dat er nog aan in het restant van het programma? Ook weer het toppunt van creativiteit. Nou, ik laat hem even zien. Een gigantische olifant. Een slurf, of ja, een slurf, hè, die spuit. En ja, dan is toch de vraag, A, waarom maak je een olifant? Omdat hij wel leuk is. En B, hoe gaat hij er vanaf? Dat is duidelijk, maar hoe gaat hij remmen? Nou, dit is antislipwater. En daardoor gaan we remmen. Antislipwater? Ja, antislipwater. Wat zei de psychiater toen je dat vertelde? Gaat er geen jongen.
Hij doet voor de 73ste keer mee. Een aantal keren ging hij voor de winst. Een aantal keren, zoals nu, gaat hij voor de originaliteitsprijs. En kijk eens hoe prachtig het gemaakt is. Twee keer is het onderweg gevallen. Onderweg van Eindhoven hier naartoe. En nu valt het weer in het water. Kan deze olifant zwemmen? Dat is de vraag. Wat vreselijk. Een schitterende olifant. En hij haalt ten nauwe nood het begin van de schans. Jury, zet alsjeblieft het ding even af. Ja, dankjewel. Vertel even, jullie nomineren hem wel voor de creativiteitsprijs. Ines, waarom? Het water uit Slurfje, fantastisch. Wat vind je er fantastisch aan? Nou, gewoon dat hij daar zelfs aan dat soort details denkt. Is natuurlijk prachtig, heel technisch perfect. Alhoewel hij wel van de baan afging. Dus misschien toch iets meer aan de sturing denken. Maar het Slurfje werkte, dat was fantastisch. We gaan weer kijken naar een videootje. In dit geval opgestuurd door Peter Paul van Loenhout. 23 jaar oud en hij woont in Delft. Back to the 60s. We zien het, we horen het. De muziek, de sfeer. En dat inspireerde hem tot het maken van een auto. Een ouderwetse Amerikaan uit die periode. Dan bedenk je dat, maar dan moet het natuurlijk nog uitgevoerd worden. Dan wordt er geknutseld, dan wordt er geplakt, dan worden er ideeën ontworpen. En die voorbereiding, zeggen de deelnemers, dat is vaak het allerleukste. Met elkaar bezig zijn, zeer geconcentreerd, veel lachen, veel doen. En zo nu dan ook een beetje kwaad op elkaar van waarom dit en dan uiteindelijk het eindresultaat. Het rijdt, het doet het. Mensen kijken in Delft hoe het allemaal werkt. En nu staan ze in Makkum. En nu moeten ze het waarmaken en nu moeten ze ook laten zien hoe goed het allemaal is geconstrueerd. Het is glad op de baan en daar lijken die wieltjes een beetje last van te hebben. Die slippen een beetje door en dan is er geen grip meer te krijgen op de baan. En dat zien we heel duidelijk. Wat gebeurde er nou precies? Nou, het is toch steeds die hangbrug, hè? Daar gaan de meesten over. Hoeveel weken werk is er nu in het water gevallen? Maandje of twee. Zit je niet mee? Nee. Je zal toch van beroep radiotherapeutisch laborant zijn en in je vrije tijd lid van de carnavalsvereniging De Boerenknuppels. Dan krijg je zoiets en Ruud van Rijen uit Ulvenhout, die heeft gewoon een surplus. Dat is bij wielrennen als je gewoon probeert de anderen er langs te laten komen, vooral op de baan. Nou, deze baan gaat het ook goed. En die zet, het is een officiële weigering lijkt het wel. Hij rolt eroverheen. Hij probeert het wel, maar het lukt net niet. Wat jammer is dat toch. Kijk eens maar, wat is het mooi gemaakt, hè. Wat een creativiteit, wat een originaliteit. Prachtig gemaakt, maar een resultaat neerzetten, dat zit er niet in. Zo op het eerste gezicht zult u wellicht denken dat u naar een patrijspoort zit te kijken. Maar nu ziet u inmiddels wat het is. Een mooi ouderwets fototoestel. Denkt het de jury? Nou, ik wil niet veel zeggen, maar jullie doen een goede greep, hè. Wij gaan er helemaal voor, net zoals vorig jaar. Vorig jaar is net niet gelukt. Dit jaar gaan we weer. Wat is belangrijker voor jullie? Om zo dicht mogelijk bij het einde te komen of de originaliteitsprijs te winnen? Ja, het is allebei leuk natuurlijk, maar het origineel dat is altijd fantastisch natuurlijk. Deelnemers, opgelet! Meer dan ooit is de creativiteit dit jaar bij Freewheelen een heel erg voornaam wapen voor velen. Want zo mooi is dit gemaakt en dan zal het mislukken. Nou ja, dat is jammer. Maar kijk eens, de nominatie is er. Hans, deze wordt genomineerd voor de creativiteitsprijs. Wat was je reden? Nou, het is in eerste plaats een mooie oude antieke camera. Maar wat dit voorwerp zo aantrekkelijk maakt, was dat een oud magnesium flitsapparaat bovenop stond. Wat zijn jullie precies aan het doen? Want je staat verschrikkelijk te sleutelen, maar misschien kan jij het beste vertellen terwijl hij doorgaat. Nou, de bedoeling is dat de wielen van buiten naar binnen draaien. We hebben het precies berekend. 1 omwenteling is 2,9 meter, dus 25 omwentelingen moet ongeveer in de buurt komen. Dus met andere woorden, die moeren die gaan steeds verder naar binnen draaien. We hebben een wiskundige berekening laten maken, dus moet wel kijken of het uitkomt. Ja, ik vind het idee werkelijk geniaal. En, wat zeg je? Nee, ik ben nog een halve slag verder. Want anders komt hij niet uit. Nou jongens, ik vind het meer dan knap. Ik hoop dat het lukt. Prachtig mooi. Wat een vinding. Een automonteur moet er goed over na kunnen denken en wiskundig is het allemaal berekend. Maar als ze net zo wiskundig zijn als dat ik vroeger was, dan denk ik dat het misgaat. Kijken hoe dat lukt en of die wielen inderdaad naar de as toe gaan draaien. Voorlopig ziet het er goed uit, maar er zit nog verschrikkelijk veel vaart in. Er zit ook nog ruimte tussen die banden. En gaat het werken? Het gaat niet werken, nee. Ja, je kan natuurlijk op de tekentafel een heleboel bedenken, maar het moet uiteindelijk wel werken. Jongen, dat is jammer. Kijk, die wielen blijven te dicht bij elkaar. Ze draaien te weinig naar de as toe en dan is het voorbij over en uit. En de remmen, ja, dat kan je natuurlijk niet.
Dit is een kort videootje van Jan Luiters. Hij is altijd bezig met iets leuks, met iets moois. En hij is ook altijd bezig met samen met zijn vader om iets moois te maken. Kijk, dit is pa. Die moet ook altijd mee en die ziet er verschrikkelijk tegenop. En daar staat het dan. Dit is hem. Deelnemers, attentie. De Arend en zijn vader die heeft een paar kussens moeten missen, want daar kwamen deze veren uit. En moet je kijken wat mooi. En moet je kijken hoe het werkt. En moet je kijken hoe dicht ze bij de finish komen. En komen ze op die 59 centimeter af. Gaat dat lukken? Gaat dat lukken? Kijk, 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 kijk. Nu wordt het al rood de baan en daar wordt het geel. En als het geel wordt komen ze heel dicht bij het einde en ze geven nog een zetje. En hoeveel wordt het dan uiteindelijk? Hoeveel? Dit is niet te geloven. Een record gebroken. En drie zwaailichten met toeten van de jury. Een dubbele prijs. Ja, nog niet helemaal, want het is nog niet afgelopen. Hein de Kort, afgezien natuurlijk van de prestatie die hier is geleverd. Waarom een nominatie voor de creativiteitsprijs? Ja, het enige wat ik kan zeggen is, dat kan je wel zien eigenlijk. Ik bedoel, waar halen ze in hemelsnaam al die veren vandaan? Deelnemers opgelet. Uit het kussen dus van Pa Luiters. En daar gaan de volgende. 32 centimeter is natuurlijk de beste prestatie. Deze ploeg won verleden jaar heen en weer. Dat was toen in Dordrecht. En nu gaan ze dus voor freewielen. En dat doen ze ook heel goed. Dat zijn gewoon profies, die doen het heel goed. Maar komen ze tot 32 centimeter van het einde? Kijk, 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 kijk. Kunnen ze stoppen? Auw! Nou, dit scheelt niks. Dit moet een record zijn. Onvoorstelbaar. Is dit nog te meten voor Jan Ikema? Kan er nog een centimeter tussen? 6,5 centimeter. Jullie hebben het onderdeel freewheelen geperfectioneerd. Ik denk dat het gewoon opgeheven kan worden, want het kan niet beter. Hoe vaak hadden jullie dit ook alweer gedaan? Het is nou de tweede keer dit. Dit was de tweede keer? Eerste keer 10 centimeter, nou dat is iets beter. Gaan jullie nog een volgende keer meedoen? Ja, tuurlijk. En we gaan weer kijken naar het volgende filmpje. Deze ploeg komt uit Etten-Leur. Henk Neven is 34 jaar en hij bedacht het idee, schreef zich in en doet voor de 6e keer mee met freewheelen. Clownskoppen, ja, en hij is samen met zijn zwager, ook overigens zijn beste vriend, is hij bezig. En ze zijn lid van een carnavalsvereniging en dat willen ze weten ook. Kijk eens, de clowns. Heren, clownen, opgelet. De melancholiek van een clown. Hij lacht, maar soms huilt hij van binnen. En hij was maar een clown. Nou, kijken hoe dit gaat. Even kijken, goed kijken en dan wordt die achterbak omver gegooid en dan werkt dat net niet. Dat is jammer. Waarom werkt dat niet? Omdat ze iets te veel naar de linkerkant sturen. En daarom gaat het mis. De clown, hij is verdrietig. Kijk, ze gooien dat naar achter. Dan komt er ook weer een clownskop uit. Dan zit er een wieltje aan de achterkant ook. Dat is allemaal goed uitgedacht. Maar ze gaan iets te veel naar de linkerkant. En dan redden ze het net niet. Vertel, hoeveel weken of hoeveel maanden werk zit in dit geval, in dit apparaat? Nou, we zijn met vier ongeveer 2 maanden, 3 à 4 avonden per week bezig geweest. En nu drijft hij daar. Het is jammer, maar het was toch leuk om mee te doen. Dus. Het is jammer, maar je wist natuurlijk dat het kon gebeuren. Het zat erin, maar we hadden het niet berekend. Want we hadden zo gehoopt dat hij wat weerstand zou bieden, maar hij ging naast de baan, helaas. Er gaat wel eens een keer iets mis. Niet helemaal goed. Iemand die net over de rand gaat of iemand die er meteen afkletst. Kortom, dat wat allemaal hier gebeurt in Makkum vandaag. En dat noemen we traditiegetrouw de groeten uit Makkum. Opgelet.
slaagt Freddy Tone erin om dichter dan 6,5 centimeter van het einde te komen. Wie weet, het is een monteur in de machinebouw. Hij heeft net zijn opleiding voltooid en hij probeert het nu waar te maken. Hij komt goed over dat bultje heen. En kijk, nu kan hij het zelf een beetje bepalen tot waar hij gaat komen. En welk risico gaat hij nemen? Komt hij bij het einde? Ja, hij komt bij het einde. Komt hij heel dicht bij die 6,5 centimeter? Komt hij ook in de hutte stilstaan? Ai, 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 ai. Wat een spanning, het gaat net mis. Maar kijk naar het gezicht. Hij heeft gegokt, maar misgegokt. Dat kan gebeuren. En daar hangen die wieltjes net over de rand. Je moet natuurlijk ook heel ver gaan om die 6,5 centimeter te verbeteren. Te veel. Een prachtige draak. Een inspiratiebron voor veel creatievelingen. Alleen, jij zit erbij alsof je je laatste hortje versnoept hebt, zeg. Nee hoor, papa heeft mee. Maar is dit niet Link? Nee, hè? Wat is het, een hoepel? Dat is allemaal plastic. Allemaal losgebonden, dus wip er zo af. Zo af. Jullie komen uit Sneek, uit Snitsen? Ja, helemaal. Ik vind het zo'n mooi taaltje. Ik heb het nu een paar dagen aangehoord hier. Maar ik kan het niet zo goed verstaan. Maar zeg nou even in het Fries wat jij verwacht van dat wat er nu gaat gebeuren. Nou, dan moet je bij hem wezen, want ik ben officieel Amsterdammer. Ik spreek het ook niet. dan praten wij toch een beetje Amsterdamse tegen elkaar. Maakt het uit, maar in het Fries. Het is gewoon rieden of versoepen. Dus dat is pompen of verzuipen? Rijden of verzuipen. Rijden of verzuipen. Zie, het gaat al met de dag beter. Succes. Vaak denken wij dat carnaval alleen gevierd wordt in het zuiden van Nederland. Maar dit zijn leden van de carnavalsvereniging de Oeletoeters uit Sneek. Je moet er maar op komen. Kijken of ze ook goed op de baan komen. Nee, dat komen ze dus niet. Nou, dat is snel gezien, zeg. Kijk, waar gaat dit nu mis? Ik denk eigenlijk meteen bij het begin waar ze verkeerd gaan sturen, waar ze het randje raken. En dan schieten ze met de wiel over de rand en dan is het over en uit. Meek, joh, wat vragen. Ik ben zo goed in metalen sinds ik te land te zee en in de lucht doe. John Blankenstein, hij start, linkerarm in de lucht en daar gaan ze. Hoe ver komen zij? Hoe goed gaat dit? Ik ben heel benieuwd. Voorlopig gaat het heel goed, voorlopig maken ze veel tempo en ze zitten op het laatste rechte stuk. Maar dan gaan ze er vanaf en dat is jammer. Heel erg jammer, want in het begin ziet het er heel goed uit. Hebben ze het midden van de baan te pakken, maar daar gaat het mis. En dan vliegt het ene wieltje eroverheen en is de ander er ook vanaf. We kijken naar een ingenieus apparaat, want het is een bankschroef. Je moet even heel goed kijken. Je ziet aan de achterkant dat waarmee een bankschroef wordt vastgedraaid. En dan ook dat het heel erg mooi gemaakt is. Pieter en Marcel, je zit meteen te glimmen zo, Pieter. Ja, oh, is mooi gemaakt, ja, ja. Nou, je hebt er ook heel hard aan gewerkt, denk ik. Oh mijn god, valt bijna elkaar nu. 6 weken of zo en 3 dagen in een week. Maar werk jij in het dagelijks leven met een bankschroef? Ja, mag je wel zeggen, ja. Wat doe je dan? Veilen, hè? Kan het ook goed een goede prestatie neerzetten? Ik hoop het wel. Je bent nerveus, hè? Nou, een beetje. Heb je het koud? Ja. Deelnemers, attentie. Leuke jongens en een heel mooi ontwerp. Ze gaan niet alleen voor de originaliteitsprijs, maar ook voor de winst. Ze willen gewoon presteren. En kijk hoe mooi dat gaat. Maar het is niet makkelijk om te zien hoe de baan ervoor ligt, want ze hebben niet echt een riant kijkgat. Maar kijk eens hoe mooi dat gaat. En als ze tot stilstand komen, dan komen ze heel erg dichtbij. Is dit de beste prestatie? Is dit de winst? Gaan ze voor goud? Dit wordt spannend, zeg. Dit wordt meten. Het record is vooralsnog 6,5 centimeter. Er wordt gemeten. We nemen het midden van de band. We nemen het midden van de band. We nemen de band. We komen niet verder dan 12 centimeter. We komen niet verder dan 12 centimeter. Jullie hebben geen record, jongens. Ah, jou neer je. We zijn droog. Daar gaat het om. Wat zeg je? We zijn droog. Daar gaat het om. Ga ervoor. Ja. Deelnemers. Paulus Schutte komt uit Haarlem, 30 jaar oud. Jarenlang wilde hij al meedoen aan Te Land, Te Zee en in de Lucht. En nu doet hij daarmee. Samen met een vriend, met Roel Hoed. En hij gaat ook heel goed. Kijk eens, hele mooie vleugels. Ai, ai, ai. Ze concentreren zich eigenlijk al een beetje op, te veel op het einde van de baan. En dan verliezen ze de concentratie op de wieltjes. Kijk, dit gaat heel goed, maar dan zwenken ze een beetje te veel uit. En dan is er een stuurfoutje voor nodig om ze van de baan te krijgen. Dit is mooi. Heel erg mooi zelfs. Deze parels in die oesters, die zeemeermin en kijk eens hoe mooi. En ik heb ook het idee dat het best goed zou kunnen gaan. Want het is een heel breed wielstel, heel solide. En kijk, nu is het sturen, nu is het sturen. Nu is het heel goed kijken tot waar die kan komen. Is hij iets te vroeg gaan remmen? Hé, hey, Hans Jorisma, ja, ik dacht al, die gaf geen signaal. Toch een nominatie? Terecht natuurlijk. Een nominatie voor deze deelnemer. Toeters, bellen en zwaailichten voor de Makkermerzee Meermin. Was het techniek of was het het ontwerp? Alles, techniek en ontwerp, denk ik. Ja. Een prachtig Deens stilleven. Ja. Ja. Een prachtig Deens stilleven van Friese makelijen. Ja. Scheepsmetaalbewerker is Gerry Krikke.
34 jaar oud. Attentie. En hij gaat ervoor. Mooie kapjes op het hoofd. Zal ongetwijfeld anders heet in het Fries. Maar kijk hoe dat gaat. Dat gaat heel goed. Dat gaat prachtig. Oh, er valt er een af. Nou, misschien is dat wel zo bedoeld. Ze hebben in ieder geval de baan nog helemaal voor zich. Maar wel een heel end hoor. Hoeveel? 4 meter en 15 centimeter. Nou, dan gaan we ook te water. Solidariteit voor alles. Hoppa! Deelnemers, attentie. De familie Duk in een wagen, gespannen als ze zijn, in een hele mooie wagen. Ook dit is weer een hele ingenieuze constructie, alleen het achterwiel gaat eraf. Jammer, jammer, jammer. Kijk, je moet heel goed op blijven en daar is het achterwiel al ervan af. En dan is het niet meer te besturen en ga je met z'n tweeën te water. Dit zijn hele vrolijke mensen. Hele vrolijke mensen, maar als ze zo heel snel op en neer gaan op dat karretje, dan ben ik bang dat ze misschien een beetje te zwaar zijn voor deze constructie. Maar voorlopig gaat het goed, ze hebben er ontzettend veel zin in en ze zitten nog recht op de baan. Ze gaan over de houten brug heen, het ene wiel staat ernaast en dat remt en dan is het mis over en uit. Pech vinden ze, maar ze lachen erom. Sportief als ze zijn, ze hebben het niet gered. Nog steeds die 6,5 centimeter als het beste resultaat. Jongens, hebben jullie gezien wat er fout ging? Ja, de achterband ging naar de zijkant van de baan. Ja, dat is nog niet alles. Heb je de rechter voorwiel al gezien? Ah, kan gebeuren. Foutje. Waar heb je die wielen vandaan gehaald? Van de schroothoop. En nou weer terug in naar de schroothoop. Ongeveer. Een voetbalschoen. En twee dames die in de voetbalschoen zitten en fanatieke voetballers zijn Sylvia en Nathalie. Jullie hebben heel lang moeten wachten. Jullie zijn de laatste deelnemers. Kortom, de nervositeit moet bij jullie tot een maximum gestegen zijn. Nou, dat is het ook wel. Ja, ik ben onwijs zenuwachtig. Komt dat nou per uur, wordt het erger? Nee, dat is net opgekomen, net dat ik hier op die toren sta. Want toen kwam je hier omhoog en toen zei je, die zit hoog. Ja, dat vond ik ook best wel, ja. Waar is het van gemaakt? Het is gemaakt van peurschuim. Wie hebben het gemaakt? Ja, allemaal leden van de camping. Jullie voetballen, fanatiek? Ja, heel fanatiek. Wat sta je, volgens mij ben jij middenveld of aanval? Nee, ik sta op doel. Je staat op doel? Ja. Oh. Hou je de nul vaak? Of? Ja, heel vaak. Hoe hoog spelen jullie? Hoofdklasse. Heel goed. Nou, echt topsport dus. Met een topscheidsrechter die de laatste start gaat verzorgen. Veel spanning op de toren. En allemaal neem ik aan speels. Ook bij u thuis. Want 6,5 centimeter staat nog steeds het beste resultaat. Gaan deze twee damesvoetballers het verbeteren? Gaan ze een prestatie neerzetten? Ze houden van topsport. Maar ja, wat is dat nou zeg? Dat is wel erg snel geremd. Jongen, jongen. Wat gebeurde er? Ja, ik heb een flauw idee. Ik ben stom maar stil. Aan de ene kant wel blij dat je zo snel stil stond? Ja, best wel eigenlijk. Vond je het eng? Nee, het viel wel mee eigenlijk. Ik had wel harder verwacht eigenlijk, maar ja, we stonden gelijk stil dus. Nou, jij hebt de nul gehouden. Ja, ik wel. Ik ben droog. Het is belangrijk. Spectaculair was het, vond u niet? Deze aflevering van Freewheeler 1993 met een derde plaats voor Jan Luiters. 32 centimeter van het einde. Het is toch niks? En wat dacht u van Theo de Bruin? 12 centimeter scheiden hem van het eind van de baan. Maar de absolute winnaar was André van den Berg. 6,5 centimeter. Ja, het is niks. Hier hebben ze het om gedaan. Om een beker. Ja, ja. Degene die het dichtst bij het einde van de baan is gekomen. En dat is geworden. Jan Ikema, je hebt het allemaal keurig opgemeten. Vertel het maar. Het team van André van den Berg. Ze zijn op 6,5 centimeter van het einde gekomen. Dus duidelijk de eerste. Heel goed. Geef de bloemen. Ik geef jou vast de beker ook. Maar dat is niet alles. Want jullie prijs heeft hiermee te maken. Goedemorgen. Jongens, stap in. Eén erin en twee erop. En ik wens jullie heel veel plezier, want jullie prijs, dat horen jullie nu terwijl jullie wegrijden onder het applaus van alle toeschouwers. Tot ziens. Jullie gaan een spectaculaire dag vol actie op het circuit van Zandvoort meemaken. Onder leiding van de directeur van de raceschool, Hans Deen, racen jullie mee in een sportscar met een professionele coureur. Jullie gaan zelf racen in een formulewagen en meedoen aan een slip- en demonstratiecompetitie. Kortom, jullie zijn voor één dag autocoureur. En dan de originaliteitsprijs. Dat is een ongelooflijke moeilijke kwestie, neem ik aan, voor de juryleden. Ze hebben een aantal kandidaten genomineerd en Jeroen staat bij de jury. Ja, de originaliteitsprijs die dus wordt toegekend door onze deskundige jury op grond van technisch vernuft, van sportieve prestatie en van de fraaiheid van het ontwerp. En terwijl de makkeme motregen meedogenloos op ons neerdaalt, ga ik nu vragen aan de jury of jullie je punten willen toekennen aan deelnemer nummer 9, Matte van Ede, met de Jeep, met de banden die leeg konden lopen. De puntenwaardering voor de Jeep is
8,4. Het hoofd van de jurylid geldt dus als komma. 8,4, 8,5 en 6,7. Dat betekent dat de Jeep met een totaal aan 23,6 punten in spanning zit af te wachten. Jullie puntenwaardering graag, geachte jury, voor de octopus van Gerrit Foppen, de inktvis met de bewegende armen. Hans 9,9, Iné 9,2 en Hein 8,3. Dat betekent dat de octopus met 27,4 punten gaat strijken. Dan was er die prachtige olifant van Johan Vlemmix, die eigenlijk veel te vroeg van de stellage afviel, want we hadden nog wel wat langer van het dier willen genieten. De olifant van Johan Vlemmix, jury. 9,5. 7,9 van Iné en 7,2 van Hein. Dat wil zeggen 24,6 punten voor de olifant. En dan was er nog zo'n schitterend ontwerp wat ook veel te vroeg in het water viel. Het fototoestel van John Hamsma. Wat zijn jullie punten? 10,3, 8,9 en 7,9. Dat betekent dat het fototoestel 27,1 punten krijgt. De arend, het prachtige beest van Jan Luiters, die niet alleen heel erg mooi was, maar ook nog bijna een record brak, want hij kwam toch wel erg dicht bij de eindstreep terecht. De arend van Jan Luiters, 10,2, 9,5 en 9,3. Dat betekent 29 punten voor de arend. Tot dusver de hoogste waardering van de jury. En tot slot de zeemeermin, het wapen van Makkum, vervaardigd door het meesterbrein Oeble van Kooi. 10,1, 7,9 en 8,8. 26,8 punten voor de zeemeermin. Dat betekent dat de arend van Jan Luiten wint met 29 rond. Kijk, ze dus tevreden zitten kijken. Ja, ik kan het me ook voorstellen. Ik vond het net een beetje het einde van een Eurovisie Songfestival. De genomineerden aan tafel en dan spannend de punten kijken. Maar jullie hebben het gewoon gewonnen. En wat krijgen jullie? Van harte gefeliciteerd. Jullie ontvangen hierbij, zoals beloofd, 1250 gulden voor het hele team. En dat is nog niet alles. Jullie krijgen tevens deze portable digitale compact cassette. Een cassetterecorder met cd-kwaliteit. En je ziet hier een proefmodel, want dat is op dit moment ons enige exemplaar. Maar natuurlijk krijgen jullie zo snel mogelijk deze nieuwe DCC thuis bezorgd. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze eerste zomerse aflevering, van Ter Land, Ter Zee en in de Lucht. Volgende week dan zijn we er weer. Dan komen we vanuit Weesp en dan heet het Tobbedansen. Jeroen, wij zien elkaar volgende week ook weer. Zorg je dat je op tijd bent eigenlijk? Dan zorg ik dat we op tijd zijn, want dan dansen wij de tobben. Volgende week zijn we dus. Tot ziens. Dag. Opnames van Ter Land, Ter Zee en in de Lucht zijn altijd heel gezellig. U kunt er aanstaande zaterdag bij zijn in Sluis. Fiets hem erin heet het onderdeel en het wordt een uitstekend spektakel. Ik zie u hopelijk in Sluis.